Hoi, hoe volgeprompt zit jullie agenda? Mijn zit aardig vol. Ik moet meestal ongeveer 3 weken vooruit plannen met afspraken. En ik weet ongeveer globaal wat ik de komende maand allemaal doe. Het zit aardig vast. En soms kijk ik naar mijn agenda en dan denk ik, wow, ik weet gewoon al wat ik de hele komende maand doe, elke dag eigenlijk. En ja, dat is toch best wel dat je denkt, hè, ik ken mijn hele agenda staat al vast. Herken je dit een beetje? Dat je denkt, ik weet precies wat ik dan en dan doe. Eigenlijk... Eer dat ik eens een keer een week niks heb, dat duurt nog wel even. En stel je nou voor dat iemand jou nu een week extra aanbiedt per maand. Dus een week met niks, gewoon een blanco week. Je hebt een extra week zonder school, zonder werk, zonder afspraken, whatsoever. Hoe fijn zou dat zijn en wat zou jij doen in die extra week? Ik zou het wel weten hoor. Eén extra week voor mezelf? No problem. Even de kaarsjes aansteken. Beetje chocola erbij pakken. En vervolgens dekentje erbij op de bank. Knuffelen met een kat tussendoor. En genieten van mijn favoriete series en films. Op repeat. Binge watching. Oh ja. En ondertussen heel veel lekker eten. Lezen, nog meer lezen, slapen, nog meer slapen, tussendoor filmpjes kijken op mijn iPad en nog meer slapen. Oh ja, wat een luxe. Wat een heerlijke fantasie. Toch leuk om over na te denken, toch? Wat zou jij doen in die extra week? In India is het dus net andersom. Die meisjes hebben 1 week minder. Wanneer ze ongesteld zijn, hebben ze 1 week minder. Ze kunnen namelijk niet deelnemen aan het dagelijks leven. Door onwetendheid, maar ook door gebrek aan distributie en goede verkoop van maandverband. Maar dan is er 1 week extra die hulp biedt. Door 1 week extra worden deze vrouwen voorgelicht over menstruatie en het belang van menstruele hygiëne. Ook zorgen zij voor goede distributie en verkoop van maandverband. Hierdoor kunnen vrouwen gewoon naar school, naar hun werk en hun dromen realiseren zoals jij en ik de hele maand lang. Wat zou jij doen met die extra week? Laat het achter op de website www.1weekextra.nl. En deel jouw droom of jouw fantasie, net als wat ik net heb gedaan. En verder vraag ik je om dit project te delen op social media, zodat meer mensen hierachter komen. Je kan bijvoorbeeld deze video delen of je deelt de link. En dat we met z'n allen meer awareness kunnen creëren. En laat uiteraard ook even bij de comments achter wat je hebt achtergelaten op de site. Dus wat is jouw droom? Wat zou jij doen met die extra week? Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Te shapen. Een beetje een warme, bronzy, glowy kleur. Maar er zit dus ook een soort van een verschil in.